Yeah. Oh, oh my God. Hey! Kees en Tooske, bord groen 108. Jullie dat bevestigen als je gehoord hebt? Ik versta helemaal niet wat zij zeggen. Een veelgebruikt pijnstillend en koortsverlagend middel. Paracetamol. Dan zou je de hoogste prijs ever uit Wie is de Mol winnen. 38.640 euro. Zonde, hè? Goh, wat zonde. Oh. Min 3.000 euro. Oh, my God. Nee. Nee. Jeroen. Met geld verdienen maakte deze groep een vliegende start in Mexico-stad. Maar inmiddels is het tij gekeerd en lijkt de mol vrij spel te hebben. In één aflevering 5.000 euro uit de pot en met de hulp van oud-mol Dennis Wening meer dan 38.000 euro buiten bereik. Willen de kandidaten de schade inlopen, dan moeten ze flink aan de bak. Daarvoor moeten ze de voetjes van de vloer en gaan ze zich verdiepen in de wereld van de Maya-getallen. Een van de grootste en meest geavanceerde beschavingen ooit in Meso-Amerika. Meneer de ex-penningmeester, moeten we zo even de ijs-penning overdracht zo'n momentje doen. Dit doet pijn. Hey. Wil je het erin wrijven? Ja, hart is ijskoud. Ik ga eerst even eten. Zullen we hem zo blijven? Zullen we hem zo blijven noemen? Ja, je bent vanaf nu gewoon meneer de ex-penningmeester. We hebben met elkaar besloten dat het eigenlijk wel eerlijk is als we dat een beetje afwisselen, zodat na elke aflevering, na elke test, er een nieuwe penningmeester komt. Zodat iedereen kans maakt op die toch wel een beetje unieke rol. Oh, dat is vandaag. Ja, penningmeester. Ja. Nou, fijn dat jij bent. Ja, veel beter dat ik er ben dan Fons, hè? Ja, vind ik ook. Zometeen gaan we tellen en dan ontbreekt de helft weer natuurlijk. Ja, het is me eindelijk gelukt om penningmeester te worden. Ik wil het al een tijd eigenlijk. Just Black. Thank you. Fons, ik ken nog geld van jou. Ja. Ja. Ik ga eerst ontbijten. Wat krijg je dan nog? Om precies te zijn 4025. Oh? Ja. De pot. Ik wou het gewoon zijn. Ja. En dan heb ik minimaal één vraag goed op de test. Extra. Er is één vraag in de test. En dat is heel vaak... is de mol penningmeester? En als je het zelf bent... dan weet je zeker dat je kan stemmen op nee, want ik ben het niet. Dus ik heb minimaal één vraag goed. Ja, dus penningmeesterschap is ongeveer hetzelfde als joker hebben. 800, 900, 4025. Ja? Echt je laatste. Fijn dat jullie het vertrouwen aan mij hebben gegeven. Ja, het was even een mooi moment. En nu is de volgende. Ja? Alsjeblieft. Ik vind jou best een goede penningmeester, hoor. Ja? Ja. Wees alert op slapeloze nachten.
Je moet je leven ervoor geven. Ik ben met jou op de kamer. Ja, dat is waar. Sterkte. Het penningmeesterschap is overgegaan naar Soor. Klein beetje pijn in het hart van Vondst. Maar ja, ik vond het wel terecht. De vorige aflevering mocht de penningmeester in de auto op zoek naar het huis waar die 38.000 euro zouden hebben gelegen. Dat is toch een soort voordeel dat je krijgt met het penningmeesterschap. Ik weet niet waar je toe is. Ik kom mezelf hier heel erg tegen. Ja. Misschien gebeurt er weer iets met de penningmeester, misschien niet. Maar dan, nou ja, dat is gewoon wat eerlijker. We kwamen uit bij een hele oude hacienda. En ik dacht echt meteen, dit is gewoon Zorro. Ik zat te wachten tot Antonio Banderas op een paard langs zou komen. Catherine Zeta-Jones, een of andere mega jurk uit dat huis. Maar goed, dat huis is afgefikt, dat staat er niet meer. Maar helemaal die vibe. Kandidaten. 4000 jaar geleden ontstond op dit deel van het continent de Maya-cultuur. Een beschaving met toen al een eigen schrift, wiskunde, architectuur. De manier waarop de Maya's cijfers en getallen aanduiden, die gaan jullie nodig hebben bij de volgende opdracht. Jullie komen zo meteen op het terrein. Daar staan 4 tafeltjes met erop geschreven een negatief getal. In het veld liggen allerlei stenen met Maya-cijfers erop. Door op de tafeltjes de stenen met de juiste Maya-cijfers te stapelen, moeten jullie dat negatieve getal wegwerken tot exact 0. Lukt dat op 1 tafeltje, verdienen jullie 100 euro. 2 tafeltjes, 500 euro. 3 tafeltjes, 1500 euro. En 4 tafeltjes, 2500 euro. Jullie krijgen van ons een legenda, zodat jullie kunnen rekenen met de Maya-cijfers. Jullie krijgen 25 minuten de tijd. Oef. Oh, dat is succes ermee. Oh. Dankjewel. Oh. Jongens, geen teams. Ja, laat het één keer iemand zijn die één Maya-cijfers team. Ik snap het, maar laten we alsjeblieft besluiten dat er 1 iemand bij de tafel staat en zegt welke stenen die nodig heeft. Oké. Okay. Mm-hmm. Want anders ga je met z'n allen met verschillende stenen naar die tafels rennen en dan en het niet op. Nee. Dus wie kan goed rekenen? Wie kan snel? Jij kan snel rekenen. Ja, ik kan ook wel rekenen. Nee, valt mee. Wie wel? Ik kan wel rekenen. Oké, jij gaat bij tafel staan. Je zegt gewoon wat je nodig hebt. Oké. Maar is het ook een idee dat er ook iemand bij Anna is? Dat we niet maar 1 iemand op een plek zetten? Goed punt. Eigenlijk hebben we een beetje besloten dat we het nou eens even serieus gingen aanpakken. Oké, Anna, voor iedereen. Ik ga nu naar een groene tafel. Waarom is Anna haar bord nu al chaotisch? Iedereen stilte. Ik loop nu naar het bord. Dan ga ik het zo rustig mogelijk proberen uit te leggen. Het Maya-schrift kent 3 verschillende tekens. De 0 is een soort meloen. De 1 is een zwarte cirkel. De 5 een liggende streep. Dan heb ik nog 1 zeer belangrijke toevoeging. Het Maya-schrift telt van onder naar boven. Dus 10 is een zwarte cirkel, de 1. En dan een meloen erboven, dat is 10. Ik heb op school nog nooit het rekensysteem van de Maya's geleerd. Maar het is ook niet het meest ingewikkelde rekensysteem. Dus je ziet niks van links naar rechts. Zoals wij, maar van onder naar boven. Ik snap hier helemaal geen rol. Nog 1 keer. Meloen 0, zwarte stip 1, zwarte streep 5. Is dat duidelijk? Totaal niet, Kees. Ik kom ook even kijken. Nou ben ik ook wel visueel ingesteld. Waarschijnlijk als ik ervoor had gestaan, had ik het meteen begrepen. Maar Kees ging het met heel veel woorden een stip en een streep uitleggen. Je hebt een meloen, dat is 0. Dus een zwarte stip met een meloen erboven. Zor en ik keken elkaar aan van, ik weet niet wat deze man aan het doen is, maar het is niet wat we nodig hebben op dit moment. Ik maak een fout, nog 1 keer. Een zwarte streep en een zwarte streep is 55. Het schrift telt naar boven. Anna, kan je ons vertellen wat je nodig hebt? Podcast is dit. Ik sta bij een groene tafel. En daarop staat het getal min 52. Dus als ik Kees goed begrijp, hebben wij nodig 5 keer een streep. Weet je, ik ga het gewoon doen. En 2 keer een stip. Dat is 11. Oké. En een meloen is 0. Dus bijvoorbeeld een 1 en een 0. En boven is 10. Sorry, maar dat is toch niet waar?
Het symbool voor 5 is een platliggend balkje. 2 platliggende balkjes is dan 2 keer 5 is 10. En iets met 3 stippen, want dat is dan 3, dus dat is samen 13, enzovoort. Nog even 1 toevoeging. De 0, dus die meloen, dat is eigenlijk de laatste steen die je erop moet leggen als je er niet meer aan mag zitten. Een soort sluitsteen. Die moest je erop leggen en dan mocht je er niet meer aankomen. Die is 16. 16? Ja. 50. Maar hier hebben we min 104. Gaan we gewoon rekenen? Ja, we gaan gewoon rekenen. Op de paastafel stond min 104. En dat wil dus zeggen dat Babs en ik genoeg stenen moeten pakken om het van min 104 naar 0 te brengen. Ik heb hier 5, ik heb 9 hier. 2 strepen boven elkaar is 2 keer een 5, dus 10. Is 9. 88, dus 81. 81. 1, dus 2. Huh? Ik heb er ook 1 met 2 strepen gevonden. 88? Nee, ik zeg ik heb 9, je gaat zo 81. Babs! 79, leg neer. Jezus. Hoe gaan we nou te werk met die tafels? Want ik dacht dat we met z'n allen naar mijn tafel zouden komen, maar dat doen we dus niet meer. Anna, kan ik 2 strepen pakken? Heel graag en naar mij toe brengen. Als je de steen beend had, dan mocht je hem niet meer laten vallen. Dan moest je op het tafeltje daar wat mee doen. Oké, we hebben 13. Oké. Dus we moeten 2 streepjes en 3 nulletjes. Exact. Ik zoek 3 stippen dus. Oké, ik ga op zoek naar 2 streepjes. Dus is het nu voor iedereen duidelijk dat je moet optellen? 71, dat is 1, 2, 3, 4. Ik heb hier 18. Pak gewoon. 7, 5. Oké, hier is 18. Dan hebben we 39. Ik heb hier nu die strepen. Waar is Anna? Anna, voor Babs en Sor. Ik heb hier een steen met 2 strepen en 1 stip. Kunnen jullie daar wat mee? Vast wel, kom maar. Dat betekent dus dat je 6 hebt. Nee, dat betekent dat ik 11 heb. Ons die kan niet rekenen, over. Ik zie je, Anna. Ik ben onderweg naar jou. Ik heb hier 6, Tooske. Een streepje en een punt. Ja, kunnen we doen. Ik weet niet wat de rest is. Ja, die leggen ze daar nu neer. Hij kwam niet terug met wat we hadden afgesproken. Hij kwam niet terug met 2 streepjes of 3 stippen. Hij kwam terug met 1 streepje en 1 stip of zo. Dus heb ik vast 6. En dan kunnen we de rest erbij. Ik denk, ja, vriend, dat kan. Maar dat is een hoop gedoe. Dus we moeten nog 7 punten. Oké, okay, roep maar wat je ziet. Dan zeg ik wel of ik het nodig heb. Ja. Anna! Wat is dit? 11. Dus dan hebben we... Dus dan hebben we... Nog 12, toch? Ja, nog 12. Ja, dit. Ik heb hier 3. Wat? 3. Ja, dat is goed. Toos, ik zeg even door je porto. Nou, Fons en ik zijn er samen 1 aan het doen. Ik denk dat het heel verwarrend wordt als ik door mijn porto ook nog dingen ga roepen. Ik heb hier 1 stip. Kees, dan kunnen we ook helpen, toch? Even kijken, wat heeft Toos? 3 stippen. Op hoeveel punten zitten we nu dan, Kees? Oké, okay, 5, 6, 7, 8, 9. Hier zitten we op 9 en jij hebt 1 stip, dus dat is 10. Dan moeten we er nog 3. Precies. Als iemand 3 stippen heeft, heel graag. Heb ik hier aan de kant van Anna, maar ik loop nog naar Anna toe. Kom alsjeblieft hier naartoe, want wij hebben 3 stippen nodig en hebben er eentje klaar. Nee, ik kom het wel halen. Laat maar liggen, ik ga het halen. Jij hebt hem toch gezien, Rian? Ja. Dus we moeten 12 zoeken of 2 12. En 10? Ja, gewoon 12. Oké, ik ga gewoon rennen. Ja. Rian zei, ik heb ergens een 3 gezien. Kom maar halen. Dus ik dat hele terrein overgestiefeld in 46 graden, 80% luchtvochtigheid. Maakt niet uit, allemaal voor het goede doel. Zitten? Niet aanzitten! Niet aanzitten! Ik heb 4 stippen. 4. Heb je die nodig? Hey, Rian, serieus? Ja, sorry. Oh nee, het zijn 4 stippen en geen 3. Ik denk, ja, jongens, lekker. Oké, Babs, ik denk dat ik 12 heb. Ik kom eraan. Toppertje. Maar je moet me wel even helpen, want ik heb het verdeeld over 2 stenen. Dit is 5 en dat is 7, denk ik. Toos, waar ben je met je 3 stippen? Nee, ze had zich vergist. Het waren er 4, dus ik heb niks gepakt. Er ligt hier ergens een 7. Kut. Ik heb 7, sorry. Ik heb 7. Stop. Oh, ja. Kom. Ik denk dat we in 8 minuten die tafel al compleet hadden. Ja, door naar de volgende eigenlijk. €500. Hoeveel heb jij nou nog nodig, Anna? Nog best wel veel. Gewoon heel veel strepen en 2 losse stippen. 2 losse strepen en nog heel veel strepen, dat is onduidelijk. Mag ik dit zien?
Min 25. Ik heb toch wel een vorm van dyslexie. Misschien ook wel dyscalculie. Wie zal het allemaal zeggen? Iemand die drie stippen ziet graag. Ik ben met een roze tafel begonnen. Is min 156 en ik zit nu op 22. Oké, kan ik er eentje neerleggen die 19 heeft? Dat kan zeker. Dat ga ik nu doen. Maar is die ene van jou nu af of niet? Nee, want Tooske die heeft zich vergist. Het waren toch niet drie stippen, hoor ik opeens. Maar zoek jij dan eerst even drie stippen? Maar ik sta hier naast een steen, die heeft gewoon 13. Twee strepen, drie stippen. We hebben drie stippen nodig om Kees zijn tafel af te ronden. Ja, ik heb hier alleen één steen en dat is gewoon 13 in zijn geheel. Dus kunnen we die rest gebruiken voor iets anders? Dan leg ik dat neer, dan zijn we klaar. Ja, dit is 22. Ja, 42, 41 wordt het nu. Ja. Onthoud je dat? Ja, 41. 41. Ik pak hem nu op. En hier, dit is 7. 41, 48. 48, ja. Hoe onthouden we dat? Ja, dan moeten we gewoon nu alleen deze roze tafel doen. Ik blijf hier staan. 48. Ja. Daar moeten er nog drie stippen. Is iemand aan 13 over? Nee, dank je. 13 hebben we al. We moeten een 3 steen. Geen 13 steen, Toos. Jawel, Kees, want dan halen we die andere weg en hebben we dit tafeltje tenminste af. Oh, wat slim. Hé. Hey. Hier ligt 48. 48? Ja. In totaal. Kees was ondertussen bezig met een veel groter getal, dus die kon al die restjes prima gebruiken. En dan is dit tafeltje helemaal klaar. In één keer, hoppata, geld verdiend, prima, niks meer aan doen. Nu is deze gewoon klaar. We zijn bij elkaar, regelen. Ja, maar nu moet ik drie stenen op en neer gaan brengen. Ik breng ze wel naar Kees. Prima. Ja, maar die moet je vasthouden. En toen kwam Tooske in één keer met een tegel waar volledig min 13 op stond. Of gewoon totaal 13. Dit is gewoon klaar. Ja, nee, dat snap ik. Maar dit zijn allemaal hele lage aantallen. Dus je kan beter die nu daar naartoe brengen. Dan zoek ik nog de drie. Want drie heb je gewoon. Ja, 45 moet nog 7 bij. Ik neem alle maar drie de stenen naar Kees. Ja, dan kan dit eraf. Nee, maar dan hebben we grote aantallen nodig. Dus kan je beter die daar naartoe brengen? Nee, want dan kan je straks die drie niet vinden. Die heeft iemand anders dan gejat en dan is het niks. Nou, dat zou heel veel tijd kosten. Maar zij wilde per se die ene tegel van 13 daar neerleggen. Tooske wil graag op en neer lopen. Dus die gaat nu naar Kees weer. Klopt. Kees, kom eraan, jongen. Wat een feest. Ik heb twee stippen nodig bij de groene tafel. En Rian zei dat ze twee stippen had gevonden. Ze is onderweg met de twee stippen, over. Even onthouden, 61. Hoeveel heb jij? Goed tellen. 61, 62. Zit ik nu op. Maar hoeveel moeten er daar nog bij? Komen er nog twee. Maar is die hele tafel leeg? Die was bijna vol. Wat zijn we in vredesnaam aan het doen? Is 10? Ja, 20. 20. 35. 10, 13. Oh ja. Dus, ding erop. Hey! Hey. We hebben weer een tafel vol. Ja. Zo is het klaar. Die brengen we naar Kees. Nee. Is die tafel daar gereed of niet? Of is die nu helemaal leeg? Wat zoeken we nog, Fons? Ja, hoge aantallen, want we hebben nu een tafel van min 156. Dit is op 62 nu. 64. Het is 65. Sorry. Kees. 65. En 6. 65. 66. 71. Ik moet grote getallen hebben, jongens. Hele grote getallen heb ik nodig. Kees, we komen eraan. Met z'n vieren zelfs. We zitten op 71 en we moeten min 156 goed maken. En Kees die zat daar gewoon met al zijn zij in de portofoon. Jongens, ik moet nog 104 hebben. Dus breng alle stenen naar hier, alsjeblieft. Laten we vertellen. Ja, Kees, hoeveel heb je nu? 73, 74, 79. Nee. 71. Nee. 71, 74. Is 90, 91, 92, 93 is 103. 103, ik heb hier 19. 103, 122. Ja. Kan er wel. Oké, okay, heb ik hier dus dan zoeken we 8. 130. Dit is 26. 146, dus we moeten nog 10. 10. Nog 10 moeten we. Oh jee. Op een gegeven moment ging iedereen ook daarbij helpen, dat was echt prettig. Wat is dat voor tegel? Er ligt er nog een tweetje en ik een 4 stipjes. Ik heb 6. Ik heb 4 hier ergens. Zoek de 4. Nergens anders aankomen, alleen nog aan de 4 zitten. Ik heb 4 vast, rustig uit, Toos. Niemand iets anders oppakken dan 4 of minder. Daar in die tuin ligt volgens mij ergens 4. Ja, maar Toos, je houdt die hele port opgezet. Ik zeg steeds, ik heb 4, iemand heeft 6, we zijn klaar. Wie heeft 6? Ja, ik had 6. Je kan ik heb 4. Chaos. Ja. Ja, erger dan Anna. Anna mag de portefeuille ook niet hebben. Maar Tooske is een heel nieuw hoofdstuk. Aan chaos. Dit was hem. Nou, laten we even de tafel checken dan. We hebben nog tijd. Nee, ik kan het niet meer, want de schelp is erop. Kom, we gaan even checken of die anderen goed zijn. Nee, je mag er niet aan zitten volgens mij. Jawel, je mag wel kijken hoeveel stenen er nog liggen. Nee, volgens mij niet. Nee, niet doen. We kunnen toch even tellen? Dat zien we zo meteen toch?
Je mag niet die bovenste steen, dat symbool van dat niks, van die stapel afhalen als je klaar bent. Mag je niet meer aankomen. En omdat je niks meer mag veranderen als je... Nee, dat mag niet veranderen, maar we kunnen het toch even checken. Okay. Dus 7. Ze haalt die steen eraf. Wat absoluut niet mocht. Plus 11. 7 en 5 is 12. Dus dat ging niet helemaal volgens plan. Maar dat wist ik niet. Dat was ik echt even vergeten. Laten we het niet natellen. Dit is gedoe. Dus laat maar gewoon liggen. Gaat het? Oh ja. Wanneer is het hoor? Wat hebben we dan? Komt hij aan met een 4. Ja, Toos, dat is omdat jij de port openzet houdt. Hij vertrouwde je gewoon voor geen cent. Nou, ik hem niet. Nee, het is heel makkelijk. Maar dat je van onder naar boven moet tellen, ik dacht een 1 en 0 is 10. Dus ik zeg 5 en 5 is dus 55. Ja. Nee, 1 en 1, 5 en 5 is 10. Ja. Die hele legende uitleggen, dat was toch veel simpeler dan hoe hij het deed? Ja. Een streepje met een streepje extra is 10 en niet 55. Nee. En toch zegt hij het. Ja. Inderdaad, de Maya-manier van tellen leverde hier en daar wat problemen op. Is ergens een sluitsteen afgehaald van een stapel, wat niet de bedoeling was. Maar al met al is het jullie gelukt om 3 tafels goed te bestapelen. Yes, het lijkt wel of er een frisse nieuwe wind aan het waaien is door de zon. Ja. Heel goed. En een frisse nieuwe penningmeester, begrijp ik. Dat is de reden misschien, maar... Hè? Dat laat ik aan jou. Maar kijk eens, ik heb voor jou 1500 euro. Wow. Yay. 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 Ja, die mol heeft bij die laatste tafel nog wel een klein beetje zijn mouw opgestroopt. Maar 3 van de 4, 1500 euro. Netjes. Ik zie jullie later vandaag. Ja, later. Tot later. Hey, lekker dit. Oh, nice. Let's go! Let's go! Zie je ook, Rianne. Lekker. We hebben weer 3 Riantjes bij, joh. Oh, 1 tafel dus niet. Nee, ja, maar de grote. Nee, ja, ik had die twee over. Nee. Er was een sluitsteen ergens afgehaald. Maar dat er dan toch weer 1 tafeltje is afgevallen. En welke, dat werd ook onduidelijk. Ja, dus dat mag. Jongens, maakt niet uit, we hebben 1500. Best heel goed. Met 2 over. 3 Riantjes. Je moet gewoon iets bij zijn voor die Riantjes. Ja. Helemaal hier. Waarom niet daar? Ik heb Zor aan zijn mouw getrokken en hem gevraagd of hij een bondje met mij wilde. Nou vertrouw ik hem totaal niet. Echt totaal niet. Maar ik dacht, dit is een goede manier om te checken, om even te polsen hoe hij erin staat. En nou ja, misschien kan ik hem wel betrappen op een leugen of iets anders. Jij begon laatst over... Bondje. Bondje. Jij bent bijgedraaid. Je bent bijgedraaid. Ik heb erover nagedacht. Ik ben wel geïnteresseerd. Ben jij nog steeds geïnteresseerd? Ik had heel lang een bondje met paps. En ze is eindelijk bijgedraaid en heeft mij gevraagd voor een bondje. Ah, dat is toch lekker. Ja? Bondje? Ja. Maar we moeten wel goed doen, hè? Hoe gaan we het doen dan? Gaan we dat echt? Ja. Lekker. Ik niet meer van me af. Ja, hij wilde. Dus we hebben een bondje. Toen vroeg ik hem, op wie heb je eigenlijk gestemd deze test? Toos. Mm-hmm. Op Fons. Mm-hmm. Beetje Kees. Ah ja. En Rian. Wat gebeurt hier? Ik vraag om verkeering. Dit is privé. Oké. DBS. Ja. Wat extra leuk is Fons heeft een bondje met Toske. Maar Fons en ik hebben een bondje samen. Dus ik had al gezegd, ik ga een bondje met Babs proberen te fixen. Voor meer info. En hij zei, ik ga een bondje met Toske proberen te fixen voor meer info. Dus dit loopt heel goed. Zes, wat voor jullie? Nee. Want hier zit wel een korte broek tussen en er zit een BH tussen. Oh, ik wil ze wel allebei hebben. Ja. Is het wel van jou? Nee. Oké. Sorry Babs, sorry Toske. Het blijft het spel. Het hoort erbij. Haat maar niet als je hierachter komt. We kwamen opeens uit bij een dansschool. Een lokaal dansschooltje en daar waren 2 dansers. Ik dacht alleen maar, yes, dit is mijn ding. Ik heb hier zin in.
En ik zat in een busje met mensen die alleen maar allemaal riepen... Oh nee, oh mijn god, oh dit is vreselijk. In Mexico we have many influences from Europe, from Africa, from even from Holland. And yes, of course, we have many things to show for you, but we want to share our traditional dance from Yucatan. Yes, please. Thank you. Welcome. Wij leerden een traditionele dans uit Yucatan, die toch wel invloeden had uit Europa. Okay, two sounds. One, two, three. Very good. Now we're going to make a combination between front and the back. And the front, at the back. Front, very good. Ik heb best wel een beetje ritmegevoel, dat durf ik wel te zeggen. Maar ik ben niet de meest soepele persoon in de heupen. Now, we are going to scrape. It's like scrape the floor. Scrape. Shh. Shh. Okay. With the right leg. Ja, ik heb vroeger op jazzballet gezeten. En ik heb salsa les gehad. Maar wat we vandaag gingen doen, dat was wel even andere koek. To the front, to the back, to the front. Okay, continue. Scrape, scrape. And tip, to tip. Very good. Als ik dans, dan ben ik meestal op een feestje, dan dans ik gewoon. Maar als je me zegt van doe eventjes een salsa met 5 stapjes naar links en 2 naar rechts, dan denk ik van ja, dat is niks voor mij. 3, go. To the front, to the back, the front, the scrape. De danspasjes ging vrij snel. Lichte paniek hier en daar. Ik ben geen natuurtalent in het onthouden van choreografieën. Ik moet dat heel vaak doen en dan zakt het er heus in. Maar hij ging wel heel snel vandaag. Zeer goed. Sor en ik hebben gewoon allebei een beetje een soort van die swag eraan toegevoegd. Zodat het iets meer, ja, ons ding werd, in plaats van dat we echt zo strak die pasjes gingen volgen. Maar dat was eigenlijk juist heel erg leuk. Nadat we in groepjes dus geleerd hadden hoe we een bepaald dansje moesten doen, mochten we ook de traditionele outfits passen. Kom maar. Zo groot mogelijk dan, hè, wij. Oh, wat voor maat is dat? Is het 38? You just need one half. Enig. Ik was best wel een beetje bang dat ik een jurk aan moest. Dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Maar we mochten zelf kiezen wat we aandeden. En de mannen doen dan traditioneel een blouseje en een broek aan en een hoed. En toen dacht ik, nou, daar voel ik me ook wel een stuk beter in dan in zo'n jurk. Oorbellen, hoppakee. Nou. Te gusta? Ja. La, todo esto al ritmo de la música. Apreciaremos la danza de las cintas. Wij kwamen met z'n allen dat plein op en er werd een soort traditionele dans opgevoerd met een paal in het midden en linten eromheen. Prachtige danseressen en de mannen met hoeden. En die vlochten als het ware die linten om elkaar terwijl ze dansten. Nou, het zag er echt geweldig uit. Oh, oh. Oh. Oh, daar gaan ze! Dit is een dansje! Nee. Nee. We waren best wel zenuwachtig, want wij dachten eigenlijk allemaal dat we ons ingestudeerde dansje voor een groot publiek moesten doen. Maar dat is veel moeilijker, jongens. Het is het net niet. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal begreep of we nou de choreografie die we geleerd hadden moesten toepassen of niet. Eerst kwam er een jongen naar me toe met een sombrero en die vroeg of ik met hem wilde dansen. Dan kom je ook in een soort van paniek, want dan weet je gewoon dat er een opdracht gaat komen.
dat je die danspasjes moet laten zien aan iemand. Maar het zag er heel professioneel uit. We waren zeer onder de indruk. En vervolgens kwam Rick tevoorschijn. Oh, bellissimo. Bonita. Oh, bonita. Oh. Nou, kandidaten, Mexico heeft 31 staten en elke staat heeft zijn eigen kenmerkende dans. Jullie gaan er zo meteen een paar voorbeelden van zien. Steeds afgewisseld met een dans uit Yucatan. Ik ga jullie tijdens die Yucataanse dans vertellen welke dansers jullie van de vloer moeten halen. Zodat aan het einde van de opdracht alleen de dansers overblijven die geld waard zijn. Oh. Het zijn er maximaal 5. En elke danser levert €500 op voor de pot. Nice. Succes. Dankjewel. Dus we hoeven niet zelf te dansen? En toen kwam Rick met de verlossende woorden dat wij niet zozeer zelf hoefden op te treden, maar dat het onze taak was om de juiste mensen uit dat veld van dansende mensen te filteren. Wij moesten allemaal in een grote cirkel staan, op een meter of 5 afstand van elkaar. Achter ons die paal met een lamp eraan. En Rick vertelde ons dat hij steeds aan één van ons 2 kenmerken zou noemen. Alle mannen zonder hoed en alle vrouwen zonder ketting. Die moest dat dan doorgeven aan de volgende in de rij. Alle mannen zonder hoed, alle vrouwen zonder ketting. Dus Fons moest het aan Rian vertellen, Rian moest het aan mij vertellen, ik moest het aan Babs vertellen, Babs aan Kees, Kees aan Anna, Anna en Soor. En dan ging er bij 2 mensen een groen lampje branden. En die 2 mensen moesten dan in 30 seconden de mensen die voldeden aan die omschrijving van de dansvloer afsturen, zodat we uiteindelijk op die 5 zouden uitkomen. We moesten goed opletten wie kreeg als eerste de informatie voor Rick en wie eindigde met de informatie. Maar ja, dat is natuurlijk heel makkelijk voor de mol om vervolgens verkeerde informatie aan iemand door te fluisteren. Wij werden geïntroduceerd in alle verschillende traditionele dansen die Mexico rijk is. Kling, 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 kling. Overal vonken. Ach, ik vond het echt allemaal te prachtig. En maar zwaaien met die rokken. En dan die mannen met die messen. Ongelooflijk. Zeg je dat vuur? Dat vuur op de grond. Oké, scherp blijven, scherp blijven. Alle vrouwen met een witte of zwarte waaier. En de mannen met het bruin of groen lint op hun hoofd. Alle mannen met een bruine lint om hun hoed of groene lint, die moesten eruit. En alle vrouwen met een zwarte of witte waaier. Er waren heel veel mensen aan het dansen, dus je kon ook niet echt lippen lezen. Dus je kon ook niet echt zien. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om. Zegt iemand de waarheid? Geeft hij door wat hij ook echt gehoord heeft? Bruin. Mannen met zwarte wit op hun hoed en vrouwen zwarte wit lint. Wat dan? Vrouwen met wit of zwarte waaier. Maar toen Fons weer bij mij uitkwam, zei hij alle mannen met zwarte en witte linten moeten eruit. Ik dacht, nou helemaal niet, die moeten er helemaal niet uit. Ik had gehoord groen en zwarte lint. Dus ik heb mensen met een groen en zwart lint op hun hoofd eruit gestuurd.
en vrouwen met een witte en zwarte waaier. Anna! Het is al klaar. Anna, het is al klaar. Ja. Oh. Ik dacht direct van, oké, de mol gaat hier zoveel plezier aan hebben. Dus laten wij gewoon heel scherp zijn. Oh my god. Gaan snel, jongen, van die mannen en van die vrouwen. Ik vond het geweldig. Ik was echt meegenieten en ik vond het jammer dat ik het niet kon. Ik wil het ook leren. Ik had enorm veel zin om mee te doen. En oh, die mensen die stralen zo. Met zoveel gemak, met zoveel zwier, met zoveel liefde elkaar aankijken. En hap in die oogmake-up die zo prachtig bleef. Het was echt indrukwekkend. Er waren volgens mij nog 6 figuren aan het dansen. Dus er moest maar 1 persoon weggestuurd worden. Vrouwen zonder rode string en mannen met een Mexicaanse bros. Nee, mensen met een Mexicaanse bros. Degene die aan mij de dingen doorgaf was Kees. En ik moet eerlijk zeggen, dat was eigenlijk bijna iedere keer een beetje chaotisch. Vaak begon hij een zin. En dan draaide hij het weer terug en dan zei hij nee. Ik bedoel trouwens een andere kleur. Of ik bedoel niet mannen, maar mensen. Eigenlijk gewoon op zijn Kees. En daar moest ik dan wat van proberen te maken. Vrouwen met een rode strik en mannen met een Mexicaanse broche. Maar het is maar één. Ja, dus ik geloof dat niemand een Mexicaanse broche heeft. Toen dacht ik wel bij mezelf, ik denk niet dat dat klopt. De laatste. Maar ja, er waren nog 6 mensen, dus ik kon er maar 1 uitsturen. En ik koos voor de vrouw met de rode strik in haar haar. Ik laat het dan. Goed, hè? Hadden we 5 mensen. En toen moesten we afwachten of we het goed hebben gedaan. Dit zijn de 5 dansers die jullie uiteindelijk over hebben gehouden. Ja, muchas gracias. Gracias, señores. Ze moesten aan allerlei voorwaarden voldoen. Ik heb redelijk goed nieuws voor jullie. Ja, zie je wel. 4 zijn er goed. Is dus €2000 voor de pot, maar ik heb een bonusvraag. Oh. Ik hoop dat jullie alle omschrijvingen van de mensen die we eruit stuurden, goed hebben onthouden. Want ik vraag nu om al die uitzonderingen op jullie toe te passen. Dus wie van jullie moet nu van de dansvloer af als al die regeltjes voor jullie zouden gelden? Zonder ketting. Al die dingen moeten... Ja, al die dingen moeten weg. Ja, ik heb een witte waaier. Wij kunnen alvast hier staan. Bruin zonder ketting. Maar we blijven gaan. Met bruin moeten gaan. Oh, daar ben ik ook. Of is het bruin? Zwart. Jullie moeten eruit. We hebben geen goud, we hebben geen wit. Je hebt geen gele bandana. Heb je ook niet. Heb je een brosh. Mexico. Ja, wat hoor. Eruit. Oh, shit. Jij moet eraf, toch? Nee. Oké, kom, gaan wij vieren. Dat is het, denken wij. Oké. Erik, we zijn eruit. Dus Tooske, Rianne en Fons, jullie zijn ervan overtuigd dat jullie op de dansvloer mogen blijven staan. Ja. Fons, heb jij een broche? Nee. Dan hoor jij ook daar. Nee. Mensen zonder broche moesten eruit. Zonder broche? Wij dachten met. Ja. Zonder broche? Mensen zonder broche moesten eruit. Dat is met broche, met Mexico. Met mensen, je hebt een mannen van. Met de Mexicaanse broche. De man met de Mexicaanse broche bleek goed te zijn. De man zonder Mexicaanse broche had eigenlijk het veld moeten verlaten. Dus dat bericht was van Kees niet helemaal zuiver aan mij doorgegeven. De bonusvraag is dus niet goed beantwoord. Blijft er dus bij €2000. Alsnog? Ik kom het wel halen. Kom maar, Rosario. Ik kom het wel halen.
Alsnog 2000, hè, mensen? Fantastisch. Veel. We hebben 4 Riantjes erbij, dames en heren. Ik heb nog één mededeling. Geniet nog even van deze avond. Morgen test, die is deels analoog. Analoog? Oh, fijne avond. Analoog? Oh, fuck. Maar heel even, kunnen we heel analoog, even trots zijn analoog op onszelf? Iedereen ja, zat zo te stressen. Binnenkant. Het was gewoon goed. 500. Toch? We kunnen gewoon 1000, chillen, jongens. 1500, 2000. Ja, want het is 4 mensen goed en dat was 2000 euro. Best wel veel. En vanochtend hebben we natuurlijk ook geld verdiend. Dus het was een goede dag voor ons. Absoluut. Wij hebben 2000 euro verdiend. En wij hadden vandaag al geld verdiend. Dus er zal eentje niet zo lekker slapen vanavond. En het is hem of haar van harte gegund. Even kijken. En wie moest hier voorlopen? Dat was Rian. Ik alleen. Ja. Nou, ik ben helemaal opgefleurd even. Maar door het vele geld bedoel je? Ja, maar ook door de party. Ik vond het gewoon echt leuk. Dat is echt heel erg leuk. Ja, dat is wel echt leuk. Ja, toch? Het was heel erg. Ik was echt vooral onder de indruk dat ze zo glimlachten de hele tijd. Ik ben zo blij met maar ze. Maar onze danseres, ik snap wel dat hij helemaal niks weegt. Want die vliegt. Ja. Wat een gemak. Maar hoeveel geld hebben we vandaag verdiend? 3500, dus fucking goed gegaan. Dat is zeker goed echt veel. Ja. Heb jij het geld? Ik wil het zien. Hoeveel is totaal? Ja. Ja. Totaal bedrag. Pam, pam, pam. Echt waar? Ja, en dit is aflevering. Oh. Hou me wel aflevering mee, hoor. Dat goed. Is dat je geluk brengt? Jeetje, ook alles gelijk. Geld gaat er vallen, brengt geluk. Nou, er is een pakje. En gisteren, en neer. Wat is er nog een man in staan? 7.525 euro in de pot. 75 euro, yes! Zullen we heel veel alles op succesvolle dag? Ja, dat is heel het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Vandaag hadden we dus weer een eliminatie. En we hoorden al van Rick dat het dit keer deels analoog zou zijn. Dus ik vond het best wel spannend, want ik dacht, er zit een addertje onder het gas. Het gaat niet een normale test zijn. En ook al ben ik misschien heel erg zeker van mijn zaak, kan deze opdracht er toch voor zorgen dat ik de test niet goed maak. Omdat er ja, een bepaalde regel is over die test. Of, ik wist niet wat ik kon verwachten. Kandidaten, jullie gaan zo de test maken. En die is vandaag anders dan anders. Want op de computer vinden jullie alleen maar de antwoordmogelijkheden. Niet de vragen. De vragen, die ga je tegenkomen. Onderweg naar de testcomputer. Probeer ze goed te onthouden. Zodra je vertrekt, gaat de testtijd in. En die testtijd die kan belangrijk zijn. Want als meer mensen de test als slechtste hebben gemaakt, dan nemen we afscheid van degene die het langst over de test heeft gedaan. Dus bedenk goed hoeveel tijd je ervoor neemt om die vragen te bestuderen. Dus dit was echt een soort van memory-achtig spel. Ja, echt iets waar je gewoon je geheugen voor nodig hebt. Wie wil er als eerste? Babs? Ik dacht, ik ga gewoon, dan heb ik het maar achter de rug. Ik dacht, ik ga niet die vragen onthouden, want dat zijn hele lange zinnen. Wat ik ga doen is de vraag meteen beantwoorden en dan onthoud ik het antwoord. En
En wat ik ook had bedacht is dat ik bij elke nieuwe vraag zou ik even herhalen wat ik tot nu toe had als een soort van liedje. Wat plaats? Ja. Ik ging oprecht er zo doorheen. Man, voorwerp. Ja, nee, blauw. Zes, fiets, fonds. En dat is gewoon hoe het in mijn hoofd ging. En ja, naarmate ik verder kwam in die route werd het natuurlijk steeds moeilijker en uitdagender om het te onthouden. Nee. En toen ik bij de laptop aankwam, toen voelde ik ook dat ik eigenlijk alles nog wel wist. Eigenschap, fotografisch geheugen, geduld, meer influencer. Omdat ik eigenlijk de vragen al had beantwoord, hoefde ik niet meer te denken. Kon ik gewoon klik, klik, klik. Toen was die test voorbij. Dus ik denk dat ik eigenlijk een hele snelle tijd heb neergezet. Dus ook daar voelde ik me heel goed over. Gelukkig had ik ooit op mijn werk het geheugenpaleis geleerd. En dat is een principe waarbij men ervan uitgaat dat je visueel geheugen sterker is dan je woordgeheugen. Dus je moet een soort van route kennen. Dus van vroeger, misschien de route van huis naar school. En dan moet je gewoon verschillende plekken moet je een bruggetje bedenken wat linkt aan zo'n vraag. De vierde vraag was, had de mol handschoenen aan bij de opdracht van de Maya-stenen? En in de gang bij ons thuis, bij mijn ouders thuis, staat een kastje met daarin alle handschoenen. Dus zo liep ik als het ware in mijn hoofd door dat huis van mijn ouders. En naarmate de vragen vorderden, zeg maar bij vraag 12 of 13, werd ik toch een beetje nerveus en merkte ik dat ik toch ook vragen was vergeten. Ik dacht dat ik de test voor mijn gevoel goed gemaakt had. Maar als ik echt helemaal op de verkeerde mensen zit, dan kan ik er gewoon uitvliegen. Alleen, het was een beetje stom. Ik wilde mijn joker inzetten. En ik dacht toch, je weet het niet, het is echt een hele moeilijke test. Altijd handig om een joker in te kunnen zetten, kan je toch weer even op terugvallen. Maar ik kon niet vinden. Toen dacht ik, shit, we hebben ook tijdsdruk. Want het is ook afhankelijk hoe lang je over de test doet. Dus laat maar. Ik moest natuurlijk voorkomen dat ik in een tunnelvisie zou belanden. Maar ik zit nou eenmaal op 2,5 mens. En daar zat ik dus weer op. Dus daar kon ik alle antwoorden op vinden. Dus die joker had ik niet echt nodig. Ik ben alle vragen waarvan je eigenlijk uit de antwoorden wel kon afleiden wat de vraag was, die moet ik gewoon vergeten. Want dat herken ik dan wel. Dus wat ik vooral heel goed moest onthouden, was de ja-nee vragen. Wanneer komen die en in welke volgorde wil ik ja en nee antwoorden? Dus ik liep daar rond met ja, ja, nee, ja, 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 nee, ja. Kijk, Tooske bijvoorbeeld heeft een geheugen. Dat is een soort Excel-bestand. Bij mij is het meer een vuilniswagen waarvan alles in wordt gegooid en die onderweg ook van alles verliest. Dus ik denk, ik ga ze pakken op snelheid. Ram maar, Kees, want dan ben je in ieder geval de snelste. Maar ik was wel heel snel. Ik heb nog een joker. Dat is fijn. Kan ik die in ieder geval inzetten?
denk dat ik minder heb gespreid dan ik van tevoren van plan was door dit hele systeem. Omdat mijn brein heel erg bezig was met, oh ja, was dit dan die vraag, was dit dan die vraag? En niet zozeer met, op wie moet ik die nu beantwoorden? Oké. Okay. En een marathon gered, joh. Het enige wat ik dacht was van, oh mijn god, ik moet snel zijn, plus de vraag onthouden, plus de antwoorden onthouden. Luister ons. Stop de tijd. Ja, ik vond het best wel een moeilijke opdracht. Ik had met mezelf afgesproken dat ik vooral de ja- en nee-antwoorden ging onthouden. En de rest dacht ik, die doe ik in de test. Niemand wil afvallen. Maar voor degene die zometeen een rood scherm heeft, heb ik een schrale troost. Misschien was dit wel de moeilijkste test in de geschiedenis van Wie is de Mol. Dus als het avontuur vandaag ophoudt, is dat geen schande. Wie voegt zich bij de afvallers? En wie mag door op avontuur? Kees. Oh, goed zo. Kees. Gefeliciteerd. Dank je. Rian. Oh, yes. Yes. Zo. Goed gedaan, Rian. Gefeliciteerd. Dankjewel. Fonds. Tooske. Dat was echt de laatste die ik dacht. Ik ook. Ik dacht, hij gaat winnen. Echt de laatste. Of ze is de mol. Liep ook lekker te klieren soms. Ja. Hé? Maar ze had toch nog jokers?
heeft ze volgens mij alle drie ingezet. In de eerste keer. Wat ik ook was. Ik had dat nooit gedacht. Nooit. Nee, nooit. Nee. Hield alles bij. Tooske, wat is er misgegaan? Is dat fout? Ja, is dat het? Want de test was natuurlijk ook ontzettend moeilijk. Dat weet ik niet. Spreiden was wat lastiger, omdat ik... Ik weet het eigenlijk niet. Je hebt minder gespreid. Dat denk ik, maar dat zal dan zijn omdat die test zo moeilijk was. Maar dit is een mollood! Oh, je bent mollood! Tooske, ja! Ik heb wel ontzettend van je genoten. Ik zag je nog shinen op de dansopdracht gisteren. Ja, het was allemaal te gek. Ja, welke opdrachten zijn je dierbaar? Dat Olympisch vuur in het stadion. Dat ik gewoon heb gerend, wat ik haat. Vond ik helemaal leuk. Ging het nog regenen? Die opening was natuurlijk fantastisch. Het is helemaal te gek. Het was fantastisch. Je hebt ervan genoten, dus. Ik heb ontzettend van genoten. Dank je wel. Graag gedaan. Ik wens je nog een heel fijn verblijf in Mexico. En we gaan elkaar zeker zien. Dank. Dag, Tooske. Binnenlopen en een heel strijkorkest zien. Oh. Jongens, paniek. Ja? Wie is er goed in kinderliedjes? Oh, mijn hemel. Are you going to the brunch? Hello. Mijn naam is Rosario, welkom, I'm your host. Nancy, Lia, Lisi, Anna, Miguel. Kennis is macht, maar integriteit wordt beloond. Zijn jullie flauw en gemeen?